Ja, ik had het er net nog vergeten te zeggen, maar een dikke merci voor de uitnodiging voor het debat. We zijn op dit moment de enige partij met een voorzitter in een rolstoel. Het zijn voet gebroken en na 2 dagen zat al vast in de lucht van de Senaat. Dus dat geeft ons een andere kijk op hoe het leven eruit ziet als je met een handicap of een beperking rondloopt. Ik wou het hebben over het optrekken van de vervangingsinkomens van de uitkering. Jullie kennen die cijfers allemaal. Een vierde van de mensen met een handicap leeft met een inkomen onder de armoedegrens. 1 op 10 kan zijn kosten voor bijvoorbeeld verwarming niet betalen, levensnoodzakelijke dingen. En ik denk dat ik gebruik dat woord niet vaak, echt niet, omdat ik dat vind dat dat een inflatie is van woorden, maar ik vind dat dat een regelrechte schande is. Ik vind dat een regelrechte schande dat is in een rijk en in een ontwikkeld land als België, dat mensen omwille van het feit dat ze anders geboren worden, in armoede belanden. Ik vind dat een schande. En de oplossing, een deel van de oplossing ligt voor de hand, dat is het optrekken van die vervangingsinkomens tot boven de armoedegrens. En dat kan allemaal heel radicaal klinken, maar dat staat in het regeerakkoord van de huidige regering. Pagina 48, voor degenen die het willen opzoeken. En al degenen die er kritiek op hebben vandaag, dat ze dat niet hebben uitgevoerd, het stond ook in het regeerakkoord van de vorige regering. De pagina kan ik nu even niet zeggen, maar net is dat de zin stond hier, we trekken al vervangingsinkomens op tot boven de armoedegrens. Dat is omdat men allemaal keuzes niet durft te maken, want dat kost natuurlijk veel geld, dat is evident. Want het gaat niet over mensen met een handicap, het gaat ook over mensen met een laag pensioen, het gaat over mensen die langdurig werkloos zijn, langdurig ziek zijn enzovoort. En dat gaat over 1,2 miljard euro per jaar die we nodig hebben. Dat is veel geld. Maar dat gaat over keuzes. Ik vind cijfers altijd interessant in een debat, want dat maakt het concreet. KBC, de bank, heeft vorig jaar 1 miljard euro winst gemaakt. Ze hebben daar op 0,7% belasting betaald. Het wettelijk tarief is 33,99%. KBC heeft op zijn eentje 340 miljoen euro aan belastingen niet betaald. Als wij 4 bedrijven als KBC hun belastingen proper laten betalen, dan kunnen wij alle uitkeringen optrekken tot boven.